Nodig voor alle eenheden. Ik heb net weer een berichtje van de recherche gekregen. Opnieuw een tappentelefoontje binnen. Hij heeft met iemand gesproken en hij zei dat hij zometeen, om in de correcte woorden, we zien je zo bij de Chiggies. Nou, uit de briefing te zien is dat dus locatie 3013, de fabriek. Wil ik graag de 6-1 alvast die kant op. Kunnen jullie even kijken waar jullie goed kunnen staan of jullie even alles in zicht hebben daar. Wellicht ook voertuigen die ervoor staan gepositioneerd. In ieder geval even foto's van maken en de kentekens opschrijven. En dan mogen de 6-8 en 6-5 in ieder geval in de buurt van het voertuig blijven zoals het nu is over. Hoort. Hoort over. Ik heb een petje gekocht. Niet dan. Gaat goed. Voor u, hij riep naar de verkoper dat hij hem zo zag bij Chicky en hij was in het magazijn. Hij kwam vanuit het magazijn gelopen. Ja, vernomen. Dan gaat hij waarschijnlijk twee mensen zo meteen ontmoeten. Dan wil ik graag de 6-5 zo meteen meneer volgen, die de verdachte. En dan achter 6-8 even in de voertuig gaan stappen en kijken of die verkoper er enkele minuten daarna ook achteraan komt. Zo niet, dan kunnen die ook hun weg gaan vervolgen richting de verdachte ook. Ja, voor u ook verder. Die persoon die staat ook nu nog in de winkel, zat hij gewoon bij alle producten te kijken ook. Leek alsof hij gewoon ook aan het shoppen. Oh, u haakte weer af in 6-8, Albrecht. Hij staat momenteel ook bij de producten te kijken over. Ja, vernomen over. 0608 nog gezicht op de verdachte? Negatief. We lopen momenteel weer naar ons voertuig bij het tankstation over. Check. We staan achter een steeg, dus wij hebben nog wel zicht. Maar hij komt binnen met een doos. Die had hij pakt, of die deed hij naar voren en deed hij weer terug het magazijn. Heeft hij die doos meegenomen uit de auto of uit de... Nee, hij kwam uit het magazijn met een doos en toen liep hij weer naar binnen met het magazijn. Of na het magazijn toen met de doos. Geef C6-1. C6-1 zegt het wel. Ja, wij in positie, ikzelf op 30-12, mijn maatje gaat richting de andere kant lopen, dan hebben we op de voetjes beide kanten in zicht. Ja, vernomen is helemaal top ook. En zal die Renault Clio ook betrokken zijn? Als hij stapt in hoor. Kunt maken van de Clio. Ja, even heel even tussendoor, gaat rijden. Voetuig gaat nu rijden. Ja, voetuig gaat rijden, dan gaat de 6-5 in ieder geval erachter en de 6-8 ook op een afstandje. Parallel, ga je ook mee. Hij zit erachter. Ja, dan de 6-1 graag het kenteken als... Ja, kut, dan kom je hier niet echt parallel. 02, whisky, ja, je kan eerst even rechts omhoog, maar doe maar niet. Eén persoon, stap nu uit. Man, blauw vest, groene broek, steekt een beukje op. Parallel zand weg, dus moeten we niet doen. Ja. Als hij hier parallel gaat, dan kan het wel. 4, silhouet, blauw vest, groene broek. Ja, top, pakken we hem hier parallel. Ja, top. 0608, kom eens uit 0605. Bericht. Hoe ver zit u achter ons? Wij rijden parallel. Oh ja, wij zien u rijden. Ik was even bang dat we weer tegenover. Ja, dat kwam. Is echt zo unfortunate geweest. Die is snel weg op, gaat hij richting de tunnel. Ja, vernomen. Dan mag de 6-8 even achterblijven, mag de 6-5 even doortrappen. Wil ik jullie in ieder geval ergens bij 3013, bij die Chicky fabriek, even een mooie locatie uitzoeken. 6-1 zat er ook al in de buurt over. Ja, ontvangen. We rijden nu door de tunnel heen. De 08 rijdt achter de 05 en moet ook even bijtrappen. GFC-foto in de groep, ze hebben gehoord. Ja, ga ik even kijken. Ja. Waar rijdt de gast dan? Ja, hij rijdt echt voor, hij rijdt echt 200. Let op 05, we gaan er langs. Nee, we gaan er niet langs. Ja, hoor. Wel, hij moest overnemen. Ja, maar hij moest toch te lang strappen. Ja, maar dat valt wel. Er erg aardig op zitten, maar zie je hem nog wel, maar wel in de vette. Ja, persoon rijdt 150 plus ook. Ja, vernomen. Dan 6-5, blijven jullie er maar gewoon lekker achter samen met de 6-8. Dan laat ik de 6-1 daar wel even alleen posten. Dan gaan we zo even kijken als op locatie zijn ook. Ja, dit is dus niet handig. Maar ben je een beetje terug, zou ik anders valt op als we met zo'n snelheid ook achter hem rijden ook. Ja, dat is een goed plan. Zal ik jullie maar wat af. Ik trap hem in ieder geval bij. Mij heeft hij in ieder geval nog niet gezien. Dus dan ga ik even kijken of ik zelf de positie kan pakken. En dan kijken we zo nader ook.
We hebben momenteel niet meer tieren. Jawel, jawel, hij rijdt aan. Ja, hij rijdt bij zijn leven. Ja. Ik was hem heel even kwijt. Maakt niet uit. Door die heuvel. Ja, van hem ook. Hij gaat... rijdt momenteel langs de kippenfabriek. Kan de volg overgenomen worden? Ja, positief. Overgenomen. Zijn zicht rijdt voorbij. Vermoedelijk verkenningsrondje. Pas op jongens, ik heb prima zicht hier. Ja, Clio stage slaat rechts af. Ja, dan mag 08 gaat recht door. Ja, dan mogen de 65 en de 68 in ieder geval doorrijden. Gaat de 610 bij het tankstation staan. Dan hebben we in ieder geval. Ik even een nieuwe auto van het bureau halen. Ja, doe maar. GPC 61. Zegt u erover? Allereerst, mijn verdachte heeft een paars overhemd onder zijn grijze trui. Daarnaast kan mijn maatje eventueel nog een stukje gaan lopen en kijken of hij ergens anders positie kan pakken. Ja, dat zou top zijn ook. Waar rijdt momenteel die, die audio? Die rijdt ergens in de omgeving. Jullie staan in ieder geval aan één kant. Als jullie hem zien uitrijden, dan hadden we hem al wel gezien. Ik sta in ieder geval aan de andere kant, postcode 3025 bij het tankstation. Hebben we in ieder geval beide kanten gezekerd ook. Ja, als dan de 08 bij het politiebureau kan blijven staan, want wij rijden momenteel rond in Palito. Ja, vernomen dan de 65 in ieder geval graag bij het politiebureau blijven staan. En jullie taak om te kijken mocht het voertuig richting het zuiden weer vertrekken over. Ik neem zo, als je langs rijdt, neem ik een fotootje. Ja, prima. Ja, komt ie. Wacht maar even op het licht. Onbekende verdachte doet de kofferbak rijden, open. Dan zien we de kofferbak. Ja, er wordt een transactie gedaan, onbekend of het een geldsom is, er wordt iets overgegeven. Hebben ze? Ja, dan gaan we in ieder geval uit van het scenario dat er nu een deal gedaan wordt. Wil ik de 65 in ieder geval de politie of de positie laten in het zuiden. Mag de 68 hier in het noorden bij mij op de tankstation positie nemen. Gaan wij zometeen het... onbekende voertuigen volgen, dat is de Renault Clio. GPC, definitief geldoverdracht van de onbekende naar Klaver. Klaver heeft een doos vol met onbekend spul teruggegeven. Ja, vernomen. Dan ook hetzelfde zometeen. Mag u de verdachte loslaten, gaan wij de koper volgen. Ik zie dat de 68 nu ook in positie staat bij de tankstation ook. 65 GPC. Zegt u het ook. U wilt dat wij ook dan de Clio gaan volgen? Negatief, blijven jullie even in het zuiden waar jullie nu zijn op positie. Mocht die daar langs rijden, die kant op, dan kunnen jullie gaan volgen. Ik moet in ieder geval even allebei de kanten dichtgezet hebben. Hoor. Ja, ik bedoel dat wij uiteindelijk wel de Clio volgen. Ja, ze zijn voorrang, Klaver rijdt weg richting het zuiden. Ja, verdachte richting het zuiden. Die wij hebben een lange tijd gepost bij het tankstation en inmiddels is het voertuig vertrokken in onze richting. Die is vertrokken vanaf de kippenfabriek en we gaan straks een autoprocedure doen op de koper. En die gaat met ons mee naar het bureau en dat gaan jullie nu zien. GPC 61? Ja, zegt de bouw. Ja, wilt u autoprocedure op de snelweg gaan doen of wachten totdat die ergens een keer er vanaf is? Nee, echt niet op de snelweg en wachten tot die ergens er vanaf is. Ik heb even de recherche gesproken, we gaan inderdaad de venten zo meteen... in ieder geval klem rijden. Wil ik kijken wat hij bij zich heeft. Ja, welke positie wilt u de voertuigen dan hebben? Ja, het voertuig dat erachter gaat zitten op dat moment, die mag in ieder geval ervoor gaan schuiven. Ruimtevraag. Het voertuig dan in de lijn erachter hebben. Mag het derde voertuig ernaast gaan zetten en dan ga ik ervoor zorgen voor een, als het lukt, een mooie wegafzetting. Ja, gewoon wat reden tot vuurtuigen erop of vooral gewoon de snelheid trekken? Nee, gewoon op snelheid open trekken en die vent eruit. Dus voorste auto de deur open, achterste auto de vent eruit en de auto ernaast mag de overzicht behouden ook. Duidelijk gehoord. Welke positie hadden wij eerder? Had jij dat meegekregen? Wij zijn de tweede auto, volgens mij voor. Even ter bevestiging, tweede auto moest ervoor, toch? Persoon neemt de afslag. Negatief. Eerste auto ervoor, tweede auto erachter. Ja, toch, persoon neemt de afslag. Ja, oké. Okay, ja, persoon neemt de afslag. Wij moeten erachter. Zie ik dat die rechtsaf gaat? Ja, ideaal. De auto's niet gereden, dan moeten wij maar uittrekken. Hè? Wij moeten hem maar uittrekken. Yes.
De voorste auto die trekt deur open. Zeg ik het nog één keer, de eerste auto mag de voor gaan zetten, de tweede auto de achter en de derde auto daarnaast. Ga ik zorgen voor een weggezetting, Kyo. Die achter ons al een beetje op het dak verschijnen. Skoda mag de pit van het dak, dankjewel. Dat is een foutje, denk ik. Goed heren, zijn we nu op een mooi weggetje. Mogen we in ieder geval dicht achter gaan rijden. Mag de Volvo vooraan in ieder geval wat vaart gaan maken. En dan zo meteen mijn teken actie gaan wij actie Retto. Ah, bijna over, ja, actie. Taxi. Bertje, trek deur open. Uitstappen! Uit die auto! Ja, de deur open. Trek persoon eruit. Wat is er? Op de grond. Liggen. Doe jij maar boeien om, heren? Ja. Wat is er aan de hand hier? Kijk eens aan. Armen naar beneden, kom maar. Zo. Dan trekken we hem omhoog. Jullie mogen mij vertellen dat hij aangehouden wordt. Verdenking... handel van kinderpornografie en dan gaan we de rest nog uitzoeken op het bureau. Oké, even de eerste auto checken. Ja, dat gaan we zo dan doen. Ja, even kunnen kijken of de sleutels weg krijgen. Kunnen zij een ding doen. Wat ruimte. Breng hem maar naar onze auto. Ja, grijp ze. Dit is die doos die net jou, heeft gekocht. Je bent aangehouden op verdenking van het verhandelen van kinderpornografie. Ja, toestemming. Je bent niet tot antwoorden verplicht. En je hebt het recht op een raadsman, indien u dat wilt. Indien u die niet kunt veroorloven, kan er eentje worden toegewezen vanuit het Openbaar Ministerie. Heeft u vragen? Nee, geen vragen. Maar ik heb niks bij me, man. Duidelijk. Ook niets waar ik pijn aan kan doen? Ja, dat oké. Check jullie rest van de auto, hoor. Ja, precies. Ik had zo aanluisteren. Hier, doe jij dan maar. Oké. Dat is erin. Hebben jullie de sleutel van het voertuig? Dan zetten we hem hier zo meteen even naast de parkeerplaats. Nou, meneer, ik neem even mijn hotel, je spullen in beslag, die krijgt u later weer terug. Dus heb jij even een zakje hier dan? Slaan we deze. Maar wat doen jullie met die doos? Meneer, ik ga u in het voertuig plaatsen, pas op. Wat doen jullie met die doos? Meneer, mag die dat, gaat mag mee. Mag dat allemaal zomaar? Mag dat zomaar? Pas op. Zo, dan mag de BMW de verdachte. Alvast naar het bureau voeren. Kunnen de rest van de eenheden er ook achteraan? Ja, dat is voor nu in beslag genomen. Meer informatie volgt. Zo snel mogelijk de weg begrijpen. Volgt later. Ik ga even achterin zitten. Ja, ja. De rechten waren duidelijk, meneer. Maar ik ben me van geen kwaad bewust, heren. Er zijn jullie wel van de politie. Ja. Dus ik kan hier even een badge laten zien. Hier. Heb ik hem nog voor u? Kun je dit goed zien? Ja, ik zie het. Nou, de verdachte is ingesloten. We gaan nu een briefing bijwonen voor een instap van het huis van de hoofdverdachte. En daar gaan jullie nu naar kijken. Zo, hier even iedereen jullie tablets erbij. Gaan we even kijken. Nou, in ieder geval hetzelfde pand als waar we oorspronkelijk hebben geobserveerd. Postcode 722, dus de woning van de verdachte. Het is een groot terrein. Gelukkig zijn we met genoeg man. Wil ik in ieder geval zometeen één materiaaldeskundige, dat gaat Harm-Jan zijn. En dan één iemand met de schild. Milan, jij mag met de schild dan. Ja, check. In ieder geval zometeen de schild voorop. Materiaaldeskundige daarachter. En dan de Ralf daarachter. En de bonk. Ja, dat is een goeie. De bonk mag jij dan meenemen, Ralf? Ja, dat doe ik. Dan mag daarachter Ido. En dan Ivan en Bart. En ga ik als laatste erin. Belangrijk in ieder geval dat wij je meneer gaan aanhouden. En dat we die boel even gaan veiligstellen. Zodat de recherche daarna in ieder geval erbij kan komen. Even onderzoek gaat doen. En dan is voor onze taak die gast ook zo snel mogelijk naar het HB te vervoeren. Aangezien we net zijn, zijn koper hebben gearresteerd, belangrijk dat we daar zo meteen snel naar binnen gaan. Gaan we dus daarom ook lichte tenues aandoen. We gaan zware tenues aandoen. Voor de zekerheid. Bivak is optioneel. Of je het wilt of niet, moet je zelf kijken. Zijn er nog vragen? Ja, zoals jullie zien, we zijn onderweg naar de locatie.
in kolonie. We gaan het pand binnenvallen. We gaan waarschijnlijk één verdachte aanhouden. In ieder geval iedereen die binnen zit. En ik loop als derde man. Ik hou ook de bonk vast, voor mochten we die nodig hebben met invallen. We zijn in ieder geval bijna te plaatsen. Het is bij, bij de grote villa hier. En dan gaan we het zien. Ja, gaan we getrokken wapens naar binnen of op het holster? Nee, we gaan gewoon met de holster. Zoals jullie zien, zijn we aan het oplopen op locatie. We gaan nu binnenvallen met wapen of met hand op het holster. We gaan niet daadwerkelijk het vuurwapen trekken. Ze achten dat dat niet nodig is. Ja, weet je wel, gewoon landbouw. We gaan het zien. En we gaan rollen naar binnen of... dat was volgens mij nog niet helemaal duidelijk. Ja, dan ja, voor alle eenheden, goede vraag nog verder. We gaan in ieder geval op snelheid naar binnen. Dus niet rollen, niet ruimte voor ruimte, maar gewoon even op snelheid. Nee, dit wordt... Hier moet je kijken, deze is verstevigd. Ik ga even de pers plaatsen. Ja. Oké, dan moeten we even afstand. Kom, we gaan wel plakken langs de muur hier. Ready. Ja, ga maar check. Oké, 3, 2, 1, go. Politie. Politie! Politie! Lekker rechts. Oh, opsplitseren. Kijken. Politie! Politie! Durven. Politie! Politie! Leeg. Rechts clear. Snel naar binnen, jongens, op. Hup, hup. Politie! Politie! Hier zit rechts nog een deur. Politie! Leeg. Leeg. Clear? Ja. Woning is al clear, hoor. Oké. GPC, er staat hier al in de keuken staat nog warme koffie. Die kerel is echt net weg. Warme koffie, net weg, oké. Okay. Ja, ik zie ook geen voertuig meer staan op de oprit. Rent hij? Oh, ja, rent daar, rent daar, achter, ja. Rent daar. Ja, rent? Verdachte rent weg, jongens. Richting graag. Ja, zicht, paardenrentbaan, motel rechtsaf, 722, langs de stallen. Ja, één eenheid die je eventueel onder voertuig kan pakken, als niet ook niet echt. Ja, ik ren parallel aan jullie. Als hij naar rechts komt, dan heb ik hem. Linksaf slaat hij. Langs de hoeken. Voor links gaan heb ik hem. Ja, gaat links. Let op, met schild kan je niet zo snel rennen. Liggen! Oh, what the fuck? Drop, drop. Leger uit controle. Ja. Ja, hebben ze fuck. Rustig. Heb ze linkerarm. Wat is dit allemaal? Politie. Ik heb deze aangehouden. Politie. Politie. Auto halen. Iemand roeien. Ja. Leg roeien aan. Politie. Wat, wat zijn die mappen? Ja, zo. Wij sluiten. Druk hem maar omhoog hoor. 1, 2. Yes. Ja, oplicht. Zo. Ik heb me niks om maar even te doen. Wat zijn jullie de maffia of zo? Kijk wanneer ik zou even mijn pasje laten zien. Ja, dat is nep. Dat is niet nep, meneer. Jongens, moet ons gewoon geloven. Dan komt alles goed. GPC, wil je dat we de rest van het terrein nog even vlug meepakken? Ja, graag. Dan ga ik zo meteen even de recherche in kennis stellen dat alles veilig is. Dan kunnen ze ook in je werk doen. Bart, ga je mee? Hero en ik pakken hem wel weer. Krijg ik nog iemand? Ik liep zojuist links om, dan niks gezien. Ja, ik help je mee, Hero. Heb je iets bij wat je niet bij mag hebben of waar ik maar kan baseren? Nee, nee. Wat denk jij? Dat ik een crimineel ben of zo? Ja, heb je een zakje al? Ja, voor alle eenheden. Ja. Ik zie hier nog een deur, dat is waarschijnlijk de kelder. Ik wil in ieder geval dat we daar ook nog even naar binnen gaan. Wil ik in ieder geval het schild even bij me hebben en nog één extra man. Ah, dit gaat wel lukken. Ja, check dan op jouw teken. Oké, okay. Deur alle kant. Yes. Links beginnen. Ja. Kom op, opsplitsen en doorlopen, jongens. Gaan we politie. Kleur. Ja, pak jij deze, Bart? Ja. Hier een hele hennep, hennepplant. Politie! Politie! Oh! Oh. Aangesloten met schild. Clear. GPC, ja, al clear. Ja, dan. Bierbrouwerij of zo? Nou, dit is geen bierbrouwerij. Ik kan me niet herinneren dat dat blauw is. Ik wil dat dit een bierbrouwerij is. Blond biertje aan dan? Bij de middelste heb ik nog een hennep kwikken of met allemaal snij op het vuur. Ja, en hier hangen allemaal wapens. GPC, dit is een leuke voor de recherche. Ja, ga ik in kennis stellen. Kun je wat meer manskracht komen?
En ook de tweede verdachte is ingesloten. Daarbij hebben we allebei de verdachten van deze zaken kunnen aanhouden. De TPE-training is dus ook geslaagd en ik kan nu de diensten draaien. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een like als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer natuurlijk zeker weten voor meer. Dan zie ik jullie graag bij de volgende video op mijn kanaal. Later.